Hallo stripvrienden, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw vlog. Was getekend Erik Heuvel. 30 jaar zit hij in het vak. Nou ja, je ziet hier even een heleboel van zijn stripcreaties en natuurlijk Erik zelf. Ik heb al wat aandacht aan het boek besteed, maar ja, ik wil er toch nog even ietsje meer aan doen. Gewoon even wat dingen laten zien. Het mooie is even, ja, je ziet het, kijk, daar hebben we January Jones en Rick. Prachtig. Ja, ik heb meerdere van dit soort boeken gelezen en besproken. Van stripmakers wiens carrière even onder de loep genomen wordt. Maar die staan vooral even vol met tekst. En daarnaast heel veel platen erin. Dit boek is een stuk dunner, maar er staat nagenoeg geen tekst in. Ja, alleen wat uitleg aan de onderkant om even aan te geven, ja, waar de platen vandaan komen en wat je daar ongeveer ziet. Maar voor de rest is het gewoon genieten van het werk van Erik Heuvel. Nou ja, ze zeggen wel eens een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Dus als je dit boek zou vertalen naar woorden, nou, dan wordt het heel veel dikker. Nou goed, jeugdwerk, er staat natuurlijk ook heel veel werk van een begintijd in. En daarin zie je eigenlijk al hoe goed Erik ook in zijn jeugd was. Prachtige klare lijnstijl. Ja, ik hou enorm van die klare lijnstijl. En dat ligt niet alleen maar aan Kuifje. Dat ligt ook aan het werk van Erik Heuvel. Maar goed, hij heeft natuurlijk meer gedaan dan alleen dat. Maar als je dit soort platen toch ziet, jongens. Het is toch hartstikke mooi. Alleen al dat zwart-wit werk. Maar ja, bam, dan krijg je dit in één keer. En dan heb ik zoiets van, wauw. Geweldig gewoon. Kijk, en dit zijn illustraties in opdracht. Die heeft hij ook heel veel gedaan. En dat doet ook heel veel stripmakers, want ja, strips maken is heel erg leuk, maar ja, laten we heel eerlijk zijn, daar word je niet echt rijk van. Sterker nog, het is maar de vraag of je daar een goede boterham van kan eten. Dus er moeten wat dingen bij gedaan worden. Nou ja, en dan krijg je dus dit soort prachtige illustraties. En het mooie is dan dat die in zo'n boek verzameld zijn, zodat je daar die kan zien en daar ook van kan genieten. Hè? Van Defensie, aantal platen. Ja, dit vind ik dan wel heel erg mooi. In opdracht van 100 jaar Van der Steen. Hergé en Van der Steen samen in één plaat. Met Lambiek en Captain Haddock. Dit boek geeft gewoon een heel erg mooi overzicht van het werk van Erik Heuvel. Maar eigenlijk is het gewoon genieten van al die prachtige platen die erin staan. En natuurlijk ook de platen van January Jones. Eigenlijk van alle strips die Erik gemaakt heeft. Nou ja, hier zie je Erik zelf. Dit is een aankondiging dat in 2011 January Jones weer terug zou komen in de Apo. En waarbij Erik dus even vraagt van wil je alsjeblieft in dit blad komen te staan. Heel erg leuk. Ja, dit is wat dat betreft. Je kan hier door blijven bladeren en genieten. But Broadway natuurlijk ook. Ja, er staat zo ontzettend veel moois in. Dus wat dat betreft, ja, dit is echt wel genieten, dit boek. Prachtig werk van Erik Heuvel. Nou ja, ik zeg al, ik ben zeker een hele grote liefhebber van zijn stijl. Ja, dit vind ik ook wel heel erg leuk trouwens. Van Reaalverzekeringen met de reclames met Rijk de Gooier. Hè? Foutje, bedankt. En mag ik even vangen? En allemaal dat soort dingen. Ja, heel erg leuk. En een andere tv-serie. Toen was Geluk heel gewoon. Daar heeft hij ook een prachtige strip van gemaakt. Nou ja, goed. Ja, jongens, het blijft toch doorgaan. Ja, ook het werk wat hij maakte, de historische strips, de educatieve strips. Wat dat betreft heeft Erik heel erg veel verschillende zaken gedaan. Maar alles in zijn prachtige stijl. En alles ook heel erg mooi. Met soms een hele prachtige boodschap erin. En soms gewoon heerlijk genieten van een prachtig, spannend verhaal. Wat dat betreft, ja, is dit gewoon wel een heel erg tof boek. En ja, ik blijf mijn dingen laten zien, want ja, dat is wat hierin staat. Dus goed, ik ga het echt hierbij laten, jongens, want anders dan heb ik straks het hele boek al laten zien. En dat is ook natuurlijk weer niet de bedoeling. Je moet er zelf ook nog even van gaan genieten. Maar goed, zoals gezegd, was getekend Erik Heuvel, een overzicht van 30 jaar van zijn werk. En we hopen natuurlijk dat Erik nog heel wat jaartjes hele mooie strips gaat maken. Goed, bedankt voor het kijken. Vergeet niet dit boek te gaan halen bij de stripwinkel en er zelf ervan gaan genieten. En ik hoop jullie bij een volgend vlog zeker weer terug te zien.